Vandaag bezoeken wij een verlaten herenhuis. Na wat research kon ik via een krantenarchief één artikel erop vinden. Hierin werd vermeld dat de herenhuis in principe te koop stond. Maar de geschiedenis hiervan en waarom het nu verwaarloosd bij staat, geen idee. Maar laten we in ieder geval binnen een kijkje nemen. Potjes staan er nog. Oh, een boekenkast. Hier de piano. Het is op zich best wel netjes opgestapeld, moet ik zeggen. Dit was waarschijnlijk de hoofdingang, hè? Oh, wat heet dit dan? Aquarium geweest. Tof. Wow, dit is wel vet hoor, die gang zo. Besef dit gewoon even. Kijk wat meer licht kan doen. Op de andere kant. Zo. Oh. Nog een piano ook daar. De kopjes staan er gewoon nog, hè? Wat zit hier nog in dan? Spullen. Oude cassettebandjes. Golden Classics. Nostalgie, ja. Zeker ze. Van vroeger. Piano. Het heeft altijd wel wat in zo'n huis, hè? Die verlaten piano's. Heel lijp. Bijzondere plafonds altijd. Kamertje verder. Zo. Heel wat wasmiddel weer. Waarom vinden we laatst heel veel wasmiddel op locaties? Niet normaal, hè? Hondenvoer. Canon, AutoZoom Super 8 film. Wat een mooi glas. Wat is hier achteraan?
Hé, hey, wie hebben we daar? Hey. Kijk eens wie we daar hebben. Ja, oh, hey. Roy. Roy, ken je hem nog niet? Volg hem ook even, zou ik zeggen. Ja. We hebben ook een YouTube kanaal. Precies. Check het. Toevallig dat jij ook hier bent. Ja, toevallig, hè? Ja. Ja, ja, ik weet ook niet. Ik kwam hier in één keer aan en daar ben je zelf van, nou ja, doen we gewoon. Ja, hè, dat dacht ik ook. Dus ja. Ja. Ik ga naar boven toe. Ja? Ik ga nog even hier afkijken, de benedenverdieping, en dan ga ik naar boven. Dat is mooi daar, hoor. Ja? Ja. We gaan het zien. Oh. Foto's van de kinderen of zo. Het is wel vet. Zo'n visserstoeltje volgens mij. Kun je spullen in doen, dus hier zitten, gaan vissen. Dingen bewaard. Koelkast daarin, hè? Nee. Hey, oh, hier komen we naar boven. De trap is eruit. Dat was straks naar boven. Ga eerst de hele benedenverdieping doen. Nou, de douchegordijn zit er nog. En er zit een kikker. Nou, volgens mij heb ik wel de benedenverdieping gehad. Ik ga even rondkijken, maar anders gaan wij zo ook naar boven toe. Benieuwd wat de slaapkamers nog allemaal te bieden heeft. Want die moesten nog wel heel mooi zijn ook. Maar goed, dit vind ik al super mooi te zien. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind het al een prachtige locatie. Oh, wacht, natuurlijk, we hebben niet alles gehad. Ik liep hier doorheen, hè. We moeten die kant nog in. Maar laten we eerst daarheen gaan. Oh. Zie. Alles zit er gewoon nog in. Eten zit er nog. Gaat verdammen. Zet er nog een houdbaarheiddatum op. 2005. Zie je dat? Dan kan je zien dat het echt al een tijd verlaat is, hoor. Alles staat er nog. Hier, de vloer is vies. Paarden en katten. Oh, hier. Tekeningen van de kinderen die hier gewoond hebben. Of kleinkinderen. Oh. Zal hier nog wat in de kast ook zitten dan? Ook nog vol. Ongelooflijk. Zou er nog wat in de koelkast als meteen zitten? Er zou me niks verbazen als hierin zit. Ja, die kastjes. Deze dingen zien er vies uit.
Heeft wel wat, hè, dit. Oh, is die wisselaar nog? Nog een aquarium. Of voor reptielen, kan ook. Yes. Oh. Allemaal boeken. Sleutels. Maar hier komen de trappen uit. Dan gaan we zo naar boven. De jassen en zo. Ja. Nou. Je bent al boven geweest, helemaal? Ik ben al boven geweest, ja. Alles gaat? Ja, op die ene kamer, nou, die inderdaad erin lag te slapen, maar je mag gewoon kijken, want hij lijkt wel heel erg hard te slapen, dus. Ja, ja, ja. Ja, nee, ik ga sowieso kijken. Ja, ik moet sowieso, we gaan sowieso naar boven. Ja, ik ga sowieso naar boven, ja. Dus, We hebben daar twee mooie slaapkamers, dus. Daar gaan we even kijken. Gaan we zo even kijken. Ja, kijk, misschien is hij gewoon moe, hè? Ik kan het best begrijpen, hè? Ik moet ook 4 uur rijden, misschien neem ik wel een tukkie even hier. Dat kan. Dat hoort er ook bij, hè? Op zulke locaties kan je mensen tegenkomen die geen onderdak hebben. Het is wel een hele lijpe kamer. Een kinderkamer. Kijk, die muur ook helemaal weggerot. Deze kamer hebben we weer gehad. Die is wel heel nice. Even door naar de volgende. We moeten dus stil wezen ook, want daar slaapt iemand. Maar hier nog niet. Oh. Is dit voor machine geweest dan? Als iemand het weet, laat het weten in de comments. Ik heb geen idee wat het is.
Piggy bank. Worden we rijk? Nee. Zo, is er een dode vogel hier. Potje zit hier, ja. Zuurstof, water, lotion. Uitkijken als je naar beneden loopt. Ja. Die trap is niet gelijk. Oh, badkamer. Daar is niet veel meer van over. Alles roze. Nou, we hebben daar nog één kamer, maar daar zit volgens Roy. Slaapt iemand. Het is ook helemaal donker gemaakt daar. Oh, ik zie het in het dekbed ook overheen. Dus hij zit daar echt inderdaad te slapen. Ik ga er ook niet in. Ik ga diegene niet storen die hier zit te slapen. Dus laat diegene lekker slapen, je weet niet. Ja, misschien heeft hij iets op, misschien niet. Je weet niet hoe ze zijn. Mocht hij wakker worden tegenkomen, dan gaan we natuurlijk een praatje maken. Maar voor nu, we laten hem even lekker gewoon rusten. Kijken. Zo, moet je echt uitkijken, zie je dat? Volgens mij werkt die hier eraan of zo. Kijk, zijn werkplek wel. Dat hij alles stript. En misschien waardevolle spullen eruit haalt. Koper en zo. Verkoopt. De daklozen, dan heb ik over. Zo. Ik denk of inderdaad nog gewerkt wordt. Oh, kijk dit dan. Een hele oude bed of zo. Dat is lijp. Het
echt een hooizolde geweest. Dat is niks. Zo. Die nog wel lijp. Aanzien. Nou, aardig. Dat is een flinke kelder ook, hé. Hey, deze werkt. De vriezer werkt. Dus zit, oh. Oh ja, je hoort het. Ik zet er misschien niet meer in. Zullen we het zien? Check it out. Daar gaan we. In 3, 2, 3. Twee. Welkom bij de reclame. Kijk, we zitten de advertentie even af voor alle inkomsten. Dank u wel. En dan gaan we weer door. Tada! Wow. Zo. Zo. Oké. Okay. Nou. Wij wat heb je zin in? Wat gaan we eten? We hebben in ieder geval eten vanavond. Zo. Dit had ik dus niet verwacht. Nee, dat had ik helemaal vol. Super gaaf. Hieronder liggen nog slakken. Hieronder deze zaken. Blijft die links? Ja. Dat er de hout bij staat en je 2000. Ja. Nou ja, dat zal denk ik niet meer goed zijn. Wat is dit? Ik kan het gewoon proberen, Katja. Ja, ja, ja. Als jij ziek wordt, dan weet ik nu dat ik het niet van nieuw trof. Nee, Suderans. Hans in de vriezer. 2007. Ja. Zo. Oh, jongens. Ijsjes. Ja. Dat is wel lijp hoor. Wanneer is hij dit nou daar? Ja, maar licht valt eruit. Hij doet het gewoon nog, hè? Ja, hij doet het gewoon, ja. Nou, die doen we netjes dicht. Voor wie honger heeft, nood uitbreekt. Ik heb wel een beetje het gevoel dat ik een soort van The Walking Dead zit, weet je wel? Dat is wel een van mijn favoriete series. Ja, ja. Maar ook maar heel lijp. Door zo te zien. Hier niks meer. Ja, het is wel helemaal plakkerig, man. Dan weer op hetzelfde punt. Nou, gelukkig zijn we nog maar even hier weer gaan kijken, ook dan. Ik weet niet waar ik nou ben. Ah, dat is wel lijp. Volgens mij zit je weer bijna buiten, Katja. Ja? Ja, hier kan ook nog door. Oké, okay, kom eraan. Even hier snel checken. Oh, hier kunnen we dan naar buiten, zie je? Daar gaan we zo even heen ook. Ik zag volgens mij nog een auto staan ook. Nou, we gaan eerst even hier maar bij Roy kijken. Oh, lijp. Andere kant kan je naar buiten. Ja, ja, ja. En daar staat de auto. Zo, daar ook de auto. Oké. Okay. Wel lijp, hè? Ja, dat is lijp. Je hebt ook weer een hele... Boer. Zoveel eten hier, hè? Niet normaal, hè? Veel eten. Ja. Ik weet niet wat mijn licht heeft, maar die wil niet meer aan. Niet? Ja, hij gaat aan en uit. Oh. Nou, doet hij het weer en dan valt hij wel uit, ja. Oh. Boeien. Volg jouw licht wel. Ja, ik heb nog wat bij me ook als je nodig hebt. Oh ja, komt dat goed. Oh, hier kan je naar buiten. Ja, dan ga ik hier. Makkelijk. Shop maken hier. Hier ook nog. Het is wel groot, hè? Moet je zien eigenlijk hoe groot het eigenlijk is, ja. Mens groot. Dat verwacht je niet van buiten, hè? Nee. Langs de straat ziet het helemaal niet zo uit.
hoor. Kunnen we hier nog niet gewoon ergens naar buiten? Zullen we even kijken. Niks meer over. Nog een boot zelfs. Nou, dit verlaten huis hebben wij ook wel weer helemaal gehad. Super tof is het hier. Deze kamer heeft echt wat, vind ik. Deze kinderkamer is heel bijzonders. Je hebt het ook gezien. Waar ik nu naar te kijken, eigenlijk achter de camera. Daar zit ook iemand te slapen. Een dakloze. Zag nog redelijk jong uit volgens mij. Die kamer hebben we natuurlijk niet bekeken. We laten diegene gewoon lekker slapen. Want ja, zulke mensen kom je ook tegen. Je weet niet wat hun reden is en waarom ze hier zijn. Kan van alles zijn, dus laat het lekker met rust. Maar voor nu, ik vond het heel vet. Laat sowieso in de comments weten wat jullie hiervan vonden. En wij gaan weer door naar de volgende locatie. En dan zien we jullie volgende week weer. Fijne dag mensen!